Yo, kijkers van Online Games en van hartelijk welkom bij de Informatium video voor de maand oktober, jongens. Het is niet zomaar oktober. Het is namelijk tijd voor een oktoberfeest. Jongens, wij gaan de 100 abonnees gaan wij vieren. In de hele maand oktober, dat wisten jullie natuurlijk ook. Jullie wisten natuurlijk al vanaf vandaag. Elke dag Minecraft Survival, ja, officieel eigenlijk afgelopen maandag, maar vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober. Elke dag Minecraft Survival, dat was dus het ene. Dat is, maar, dat is namelijk niet het enigste. We gaan het nog groter maken. Nog beter, mooier, leuker. We gaan het even hebben over hoe wij de opnameschema gaan doen. Het is een beetje veranderd, het is behoorlijk wat veranderd. Kijk eens aan. Het is best wel weer wat veranderd. Oktober, ja, een drukke maand nu in ieder geval. Want omdat we natuurlijk de 100 abonnees gaan we vieren. We gaan dus eigenlijk, ja, elke dag gaan we video's opnemen. Ja, tot en met 31 oktober. Goed. Maandag tot en met vrijdag blijft voor Minecraft Survive. Ja, eigenlijk moet dat zijn van maandag tot en met zondag. Maar zaterdag en zondag, dat heb ik heel even apart gezet. Dus, dan weten jullie dat. Maandag 17:30 Prison Ice Tag. Ook op de woensdag komt Prison Ice Tag. En op de vrijdag. Dus Prison Ice Tag is van 4 naar 3 keer gegaan. Dus in ieder geval voor dat. Goed. Dan gaan we even naar de maandag 6:30. Forza Horizon nummertje 5 komt ook. En die komt ook op de donderdag om 5:30. Dus ik kan niet de tijd tippen van Forza Horizon 5. Ik wilde kijken om de 6:30, maar dat gaat gewoon niet lukken. Omdat ik het aardig vol heb. Het is eigenlijk een beetje overvol. Maar het is lekker goed, lekker druk. Dat moet dus ook Forza Horizon 5. Dus in ieder geval voor dat op de maandag 6:30. Donderdag 5:30. Goed. De dinsdag 5:30, dat wisten jullie. Nu gaan we naar de dinsdag 5:30. Ja, ja, hij is weer terug. FIFA 23 Ultimate Team, jongens. We hebben natuurlijk FIFA 21 Ultimate Team gedaan. Was geweldig, het was fantastisch. En nu zijn we gewoon weer helemaal terug in de FIFA mode. Dus de 5:30 op de dinsdag. En natuurlijk het weekend altijd afsluiten. Natuurlijk met de voetbalwedstrijd. 6:30 FIFA 23 Ultimate Team. Ook dat op vrijdags. Dus dat betekent dat op de dinsdag 5:30 en op vrijdags 6:30 is het dus FIFA 23 Ultimate Team. Goed. Dan de dinsdag 6:30. Jawel. We gaan aftellen naar Qatar. Het WK 2022 voorbereiding. We gaan alle pools door. Van A, B, C, D, E, F, G en H. Zijn er dus 8. Officieel zijn het dus 10 afleveringen. Nu is het 1 keer per week. In november gaan we dat in 2 keer per week doen. Omdat, ja, ik heb het aardig volgezet. Ik wil ook bij FIFA 23 Ultimate wil ik een beetje vooruit. Daarom heb ik hem nu ook gewoon op 2 keer. En daarna zal het natuurlijk gewoon weer op 1 keer per week komen. En dan, ja, zal de WK 2022 voorbereidingen zal natuurlijk, ja, ook hier en daar wat veranderen. Goed. Voor de woensdag is gewoon, ja, Minecraft Survival 5:30 Prison Ice Tag. Hier stond dus eerst Forza Horizon 5. Die is eruit gehaald. Daarvoor is dus Prison Ice Tag gekomen. Natuurlijk is Prison Ice Tag op de dinsdag en op de donderdag verwijderd. Daarom heb ik, ja, heb ik hem op 3 keer. En daarom heb ik dat precies in de midden. Maandag dagje overstaan, woensdag dagje overstaan en dan vrijdag. Dus woensdag 5:30 Prison Ice Tag. Goed. Om 6:30 de voetbalvoorspellingen. Goed. Dat, ja, dat laten we gewoon wel even zo, want ja, ik moet hem toch wel volmaken. Goed, dan. De donderdag wisten jullie wel natuurlijk om 5:30, om 6:30 ook. En om 7:30 weer een gloednieuwe serie. Jawel. We hebben gewoon 3 nieuwe series erbij. Call of Duty Black Ops Cold War. Deze Call of Duty gaan wij volledig uitspelen tot en met de kerst. Nu denk je van, ga je dat weer redden? Natuurlijk ga ik dat redden. We gaan nu 4-5 afleveringen of zo. 6 denk ik video's gaan we dus opnemen. En daarna is het dus een maand niet. Waarom een maand niet?
natuurlijk het WK voetballen. Daarom denk ik, goh, hoe kunnen we dat het beste gaan aanpakken? Denk ik, ach, weet je, we doen richting Qatar, doen gewoon Call of Duty gewoon helemaal, die hele maand gewoon helemaal niet opnemen van Call of Duty. Dus dan heeft hij even een stop. En zo kunnen we rond de kerst. Ja, kunnen we de serie eigenlijk afspelen. Dus deze serie heeft heel even een tussenstop. Maar dat maakt niet zoveel uit bij Call of Duty Black Ops Cold War. Goed. De vrijdag, ja. Het weekend komt eraan, 5:30 Micro Survivor, 6:30 Prison Architect. En natuurlijk, het allermooiste is FIFA 23 Ultimate Team. Goed. Dan gaan we de maand. Dan hebben we natuurlijk ook speciale dagen. In oktober. Oktober, oh ja. Info video 29 oktober. We gaan door met oktober. Nou, staat alleen op zaterdag. Zaterdag 8, 15, 22 en 29 oktober om 8 uur. Ja, ja, uiteraard gewoon weer FIFA 23 Ultimate Team, de Squad Battle. Ik weet niet of ik het goed heb getypt, maar je hebt natuurlijk ook de Squad Battles. En dat, ja, kunnen we in die 4 afleveringen kunnen we vermaken. Dus in ieder geval dat. Ik denk ook gewoon dat ik het gewoon in losse afleveringen ga doen. Dus dan maak ik gewoon FIFA 23 Ultimate Team Squad Battle aflevering 1, aflevering 2, aflevering 3 en aflevering 4. Maar ik weet niet of ik dat samen in een playlist wil afspeellijst doen of ik ga dat echt juist apart doen. Dat weet ik dus niet. Dus vanaf volgende week zaterdag beginnen we. Vandaag natuurlijk niet. Het was heel mooi geweest als we dat vandaag ook doen, maar ja, dat ging voor niet, want FIFA 23, die kwam natuurlijk gisteren uit om dan die video's, want ik moet die 3 wedstrijden van de Europese wedstrijden, moet ik ook nog gaan opnemen, en dan moet ik nog 2 uur dat gaan doen, ja, dat is gewoon allemaal te veel werk en zo, en daarom, ja, moet ik het een beetje, ik moet ook een beetje naar mezelf kijken natuurlijk. Dus dat is gewoon iets speciaals, wat wij hebben, en we hebben hier ook nog wat. Elke zaterdag en zondag om 4:30. 4:30 Minecraft Survival aflevering. Ook vandaag om 4:30 nieuwe aflevering van Minecraft Survival. 4:30 gewoon. En morgen ook gewoon 4:30. Dus gewoon elke dag tot en met, ja, 31 oktober eigenlijk. Dus de hele maand oktober. Goed, dan nog wat. De Europese wedstrijden, die gaan ook komen. De hele maand oktober, ja, ik weet... Dus een heleboel, kijk, tadaa, deze natuurlijk van zometeen, 2 uur. Deze wedstrijd zijn morgen, dus vandaag om 2 uur. Ajax en Napoli, die staan natuurlijk allemaal al in première op YouTube. Die FC Zurich PSV om 1 uur. En morgen, Midtjylland tegen Feyenoord om 2:30. Goed, ja, ik moest even een beetje puzzelen. Kijk, normaal komen die 2 op zaterdag en die op zondag. Maar nu eentje op zaterdag, 2 op zondag. Dat ik het een beetje verdeeld heb, want dan komen er 3 op zaterdag, 3 op zondag. Dus eigenlijk elke dag 3 opnames. Dat is, ja, heel veel. Ja, en vandaag ook 3. Ja, vandaag ook 3. Ja. Ja, maar natuurlijk ook de Minecraft Survival. Dus dit is dus voor volgende week, voor speelronde 4. 8 en 9 oktober. 8 oktober dus. Napoli Ajax om 2 uur. 4:30 natuurlijk Minecraft. En om 8 uur natuurlijk de FIFA 23 Squad Battles. En dus de dag erna, 9 oktober, 1 uur, 2:30 wedstrijd en om 4:30 natuurlijk de Minecraft Survival video. En zo gaat dat steeds op en neer. Het is elke dag, zeg maar 3. Dan een beetje ertussen, komt alleen Minecraft, dat komt gewoon. Dus dan is het gewoon 1 aflevering op zaterdag en 1 aflevering op zondag. En dan zijn het weer de komende 2 weken lang 3 video's. Per dag. Dus Ajax Liverpool 22 oktober. Dan 4:30 natuurlijk de Minecraft. 8 uur. Natuurlijk de FIFA 23. Natuurlijk die week ertussen dan zit er 2 op zaterdag voor de 8 uur. 23 oktober PSV Arsenal om 1 uur. En dan om 1,5 uur later Stormgras Feyenoord 2:30. En dan om 4:30 Minecraft Survivor natuurlijk. Ik blijf het heel even herhalen. Ik weet het. 29 oktober zaterdag 2 uur. Rangers tegen Ajax. 4:30 natuurlijk de Minecraft. En om 8 uur natuurlijk de FIFA 23 Squad Battles. 30 oktober, ja, Bode Glimt tegen PSV om 1 uur.
Feyenoord tegen Lazio om 2:30. En om 4:30 natuurlijk de Minecraft Survival video. En dan is het Oktoberfeest ten einde. 30 oktober valt op een zondag. Maandag is het 31 oktober dan. En dan gaat dat dus. We hebben dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag nog Minecraft Survival daarna. Dus dat is even kijken. Dus eigenlijk is het of je tot 4 november is dan eigenlijk Microsoft tot en met 4 november en op 5 november eigenlijk. Maar wat ik ook al zei, dan zitten we in november en dan ja, hebben we natuurlijk weer een nieuwe video van dit en dan gaat dat helemaal goed komen. Goed, ja, ik moet een beetje tempo maken, want ik moet nog de 3 video's moet ik nog gaan opnemen. Ondanks dat die al op YouTube, omdat ik deze natuurlijk heb eerder heb opgenomen. Kijk, de Minecraft Survivor video's, die heb ik ook al opgenomen. Dus goed. We zijn 11 minuten bezig. Nou, dus er is een heleboel dingen te doen. Het Oktoberfeest. Het gaat eraan komen, jullie weten het. De voetbalwedstrijd, een heleboel. Natuurlijk, oktober elke dag. Ja, dat wist je. En dit is natuurlijk elke zaterdagavond. Ja, ik wou eerst gaan zullen het middags doen, maar ja. Weet je, dan heb ik natuurlijk de voetbalwedstrijden van de Europese club. Ik denk, ja, weet je, hoe kunnen we het mooiste in een avond doen? Want ik had vorige week zaterdagavond. En natuurlijk ook die Minecraft Survivor video. Goed, we kunnen in een normale opnames, video's, kan ik geen première doen van een bepaalde game. Dat kan gewoon helaas niet. Oktober, het is gewoon heel erg vol en druk. Vanaf dat er weer iets speciaals komt, zal pas in kerstmis zijn. Goed, maar bij de Minecraft kunnen we natuurlijk wat we normaal, ja, kunnen natuurlijk doorgaan, maar dan weet je, elke dag Minecraft Survivor, Prison Isaac, 3 keer, FIFA 23, Ultimate Team is weer terug, WK 2022 voorbereiden, alle poes doen, hoe ze ervoor staan, en welke rangen, hoe vaak dat ze gewoon hebben, dat, dit, dat, dat, zus en zo. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Goed, nieuwe Call of Duty, Black Ops Cold War, ik heb er ook veel zin in, dus ik heb het zo even staan, goed, kijk eens. Ik ga het hier zo in ieder geval erbij laten en we gaan ja gewoon op naar de 150. Maar dat duurt nog wel heel even. Goed, ik ga het hier zo bedanken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Bedanken voor het liken. Bedanken voor het abonneren. We gaan de 100 abonnees gaan wij vieren. Het is in ieder geval begonnen. Zullen we daar maar eens even aan beginnen. Hè? Goed, kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot 29 oktober bij de Info 4. En geniet natuurlijk voor het mooie oktoberfeest. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer, jongens. Mazzel!